Landstede Volleybal heeft donderdag de laatste wedstrijd van de reguliere competitie winnend afgesloten. De Zwolse ploeg won met 3-1 van hekkensluiter Floreffe Reflex uit Kampen. De regerend landskampioen kwam ondermaats uit de startblokken en verloor zelfs de eerste set met 23-25. Toch werd de derby niet echt spannend. De lange mannen werden wakker geschud na het verlies van de eerste set en pakten moeiteloos 3 sets op rij. Coach Redbad Strikwerdel was niet tevreden over de prestaties van zijn ploeg. Eerste set weinig aandacht, veel domme fouten. Ballen die er makkelijk overheen komen, waar niemand naartoe gaat of iedereen kijkt of een ander pakt. Nou ja, duidelijk een aandachtskwestie die niet op orde was. En dat heb ik dus niet goed gemanaged van tevoren. Ja, we volledig aan onszelf te wijten, denk ik. We begonnen niet goed genoeg. En gelukkig zie je de 3 sets daarna duidelijk dat we beter zijn. En kunnen we dan wel laten zien wat we kunnen. Volgend weekend speelt Landstede voor de Nationale Beker tijdens het Final Four weekend. We spelen halve finale tegen Orion. En die hebben Dynamo uitgeschakeld. Geduchte tegenstander, goede ploeg. Geen onbekende voor elkaar natuurlijk, want we hebben de laatste maanden nog een aantal keer geoefend tegen elkaar. Supercup gespeeld en de spelers kennen elkaar al jaren. Ja, leuk in eigen huis natuurlijk. Tegen Orion, dat team dat we niet in de competitie treffen. Dus dat is wel voor die jongens leuk en voor ons leuk. Zal veel publiek op afkomen denk ik. Dus het wordt een mooi weekend.